Bereid je maar voor, want hier zijn we weer hoor. We gaan vandaag kijken naar dag 3 en we beginnen met... Waar beginnen wij mee? We beginnen vandaag met een uitleg van de dagindeling door Winnen. Ook wel Vini genoemd in het Italiaans. Een uitspraak die gretig werd overgenomen. Na de uitleg van Vini weten we wanneer we waar moeten zijn en welke spullen in de bus mee moeten. We zien het klooster namelijk na een volle dag pas na middernacht weer terug. Hoe gaat het? Het gaat supergoed. Hoeveelste dag zijn we nou hier? Wij zijn de derde dag hier en we zitten nu ongeveer op de helft. En als de laatste helft net zo leuk is als de eerste helft, ja, dan teken ik ervoor. En hoe gaat het met slapen? Lig je op een slaapzaal? Ik lig zeker op een slaapzaal. Vannacht ging ik echt bijna als laatste naar bed. Nou, dat is een gouden greep. Dat moet je zeer zeker doen, want dan slaap je fantastisch. Ja. Ik ben echt helemaal fris en fruitig. Maar je hebt een pleister op je hoofd. Wat is er gebeurd? Ja, niks heel spannends. Ik wilde gewoon heel eventjes uit de auto presentjes halen voor vanavond het concert. Daar heb ik ook veel zin in. En toen zei Winnen, hey, ze liggen hier niet. Maar ik dacht, ze liggen er wel. Toen deed hij de klep dicht en toen gebeurde het. Oh. Maar niet 's avonds laat of zo, gewoon 's ochtends vroeg. Ja, oké. Okay. Hey, veel plezier vandaag. Dankjewel. Super, jullie ook. Onze eerste bestemming vandaag is het centrum van Olgiate Molgora. Hier gaan we de officiële opening meemaken van de expositie van Bourgestelse kunstenaars in het oude kerkje daar. Want niet alleen de Harmonie en Klapop zijn nu in Italië, maar ook een groep kunstenaars van Galerie de Verdieping en enkele organisatoren van het Uitwisselingsverband. Buongiorno a tutti, sempre belle queste occasioni, beh, non solo la musica che unisce, ma si va ben oltre con questa bella mostra. Di nuovo un benvenuto ai nostri gemelli olandesi e avanti tutta. Good morning and welcome. On behalf of my group Arte in Comune and the Proloco of Olgiate Molgora, of which we are part, I thank you for the possibility that was offered to us by the municipality, by the Twinning, by the Brianzola group, by the parish priest, Don Giancarlo, for the use of the San Giuseppe Oratory, and your welcome presence. Ik kan het eigenlijk net hoe het in het Gerstels doen, denk ik, maar... Zo, 2,5 jaar geleden had ik niet kunnen dromen dat we nu hier zouden staan. Dat het eerste contact met Patricia, Danielle, Gabriel, Matteo en alle anderen zo snel zou uitmonden in echte vriendschap, dat is wel heel bijzonder. Door hen hebben we nu ook de kunstenaars van Arte in Comune leren kennen. Hoe mooi is het als je na 2 jaar van voorbereiding op een zonnige zaterdagmorgen in een tot dan toe Italiaans onbekend dorp allemaal Bourgestelse mensen om je heen hebt. Bijzonder. Ik ga uiteraard mensen vergeten, neem me niet kwalijk. Het gaat waarschijnlijk gebeuren, maar op de eerste plaats natuurlijk de muzikale bijdrage, maar ook de vriendschap, de sfeer die jullie meegebracht hebben naar Olgiate Molgora. Harmonie, muziekvereniging Prinses Juliana. Geweldig. Geldt ook voor de mannen van Klap Op, die hun huwelijk ervoor hebben opgegeven om hier even gezellig de beest uit te hangen, maar vooral sfeer brengen in de sporthal was fantastisch.
Maar ook gisteravond, wij zijn helaas half bevroren iets eerder naar huis gegaan. Maar hartstikke bedankt. Ook de groep mensen, de artiesten, die elkaar zo ontzettend steunen met van alles. Met de kaartjes, het ophangen, de ijzerdraadjes, de haakjes, het weerbarstige kerkje met de moeilijke muren. Het is ons gelukt. Dankzij jullie steun en eendracht. Dankjewel. Anche noi abbiamo un omaggio per Hans, un'opera di un artista che abita a 100 metri da qua, fatto apposta per questa occasione gemellaggio, è la prima volta che lo vedete, l'artista è Pepi penso Cagliani Giuseppe che abita a 100 metri da qua, e questo lo doniamo al gruppo del Verpingen, con questi quattro, per celebrare questi quattro giorni di festa. Giovanni, un attimo. Ma è più bella se la fate col quadro in mano ad Hans. Hans, for you. Thank you. This is a present made expressly for this event. In fact, there is the title. Na diverse speeches, bedankjes en nog meer bedankjes, werd de expositie officieel geopend en konden bezoekers naar binnen. Ik zal geen namen noemen, maar Paulien, niet kijken. Laurens wordt hier versierd. Willen laten zien. Ja, zeker. Ik loop met jou even mee. Kom maar. Dit spreekt mij wel aan. Wij hier hangt van Jan van der Wouw. Oh ja. Ja. Dus daar zijn wij realistische schilderijen en ja, dat past wel bij mij zoiets. En het zijn ook iets echt meer... wel een beetje oud-Hollandse ja. Sferen, zo, ja, hè? Ja, zeker. Ja. Ik vind het knap gedaan, dus ja. En van deze schilderijen heb je dan ook nog een favoriet? Dit, daar spreekt me ook wel heel erg aan. Oh, want ik denk dat ook wel die wolken, de zee, dat is toch wel heel kunstig toch wel, hoor, om die zo realistisch mogelijk te maken. Jij bent een van de exposanten uit Moergestel. Ja. En zou jij je werk eens even kunnen laten zien? Zeker. Dan gaan we door het mooie kerkje. Wat voor techniek is dit? Dit is een houtdruk. En dat betekent dat je de nerf van het hout ziet. En dat het... het heet ook hoogdruk. Want alles wat je niet uitsteekt... Dat krijg je op je resultaat. Ja. En werk je ook in een bepaald thema? Vaak ja, organische vormen, dingen uit de natuur. Wat is met jou? Nou, gaat wel goed. Ja, ik zie hier allemaal heftige pleisters op jouw benen. Gaat het wel oké met je been? Ja, het ziet er heftiger uit dan dat het op dit moment is. Ik
ben 6 of 7 weken geleden ongelukkig gevallen. Ah. En ik stond nog op het vliegveld op de reis hier naartoe met het idee, ga ik mijn krukken wel of niet meenemen? Maar die zijn toch mee terug naar Moergestel gegaan. En tot nu toe heb ik alles mee kunnen doen. En dus hoe gaat dat dan blij met zo'n mars over straat? Dat gaat. Af en toe is het tempo iets te hard. Dus dan lig ik 2 of 3 man achter. En al helemaal als ik in de buitenbocht sta. Oei. Maar het gaat. Dus ja, ik ben super blij. Ik kan alles meedoen, ja, zo goed mogelijk. Dus, ja, met krukken was het toch wel een stuk lastiger geweest. Ja, daar zag ik niet helemaal zitten met krukken. Buiten stonden heerlijke hapjes. Dat kon ook niet anders, want Italië is het land van lekker eten. En dat betekent na de hapjes lekker lunchen. Hoe gaat het hier in Italië? Ja, gaat goed. En hoe gaat het met de organisatie? Moeizaam. Nee, gaat hartstikke goed. Het is alleen dat een planning bij de Italianen pas definitief is als het voorbij is. Oh ja, en okay, tot die tijd kan alles veranderen. En met een groep van 50 man is dat wel eens uitdagend. Oh ja. Dus we vragen best wel veel flexibiliteit en inzet en meedenken van iedereen. En ja, dat gaat goed. En dat gaat wel goed. Ja, dat gaat wel, maar ja, het is soms wel schakelen. Dus ja, even schakelen. Ja. Maar iedereen blijft vrolijk zo te zien. Ja, 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 de sfeer zit er goed in. Ja. En we horen wel, want dan kunnen de Italianen heel goed. We worden goed verzorgd, eten, drinken, sfeer. Ja, komen niks tekort. Na de lekkere hapjes en de heerlijke lunch gingen sommige mensen repeteren voor het optreden van die avond. Anderen gingen een wandeling maken van het leek wel zo'n 500 mijl bergop. Even helemaal ontspannen om later die dag lekker te kunnen knallen tijdens het optreden. Marieke was tijdens deze wandeling nergens te bekennen. Zij was iets heel belangrijks aan het doen voor de kijkers thuis. Ik sta hier in Sotto. Dat is een dorpje vlakbij Olgiate Molgora. En ik sta hier bij het klooster waar de harmonie en klap op verblijft. En ik wil jullie eens laten zien hoe ze hier slapen. Dus je hebt een aantal mensen die zijn met de camper gekomen. Dus die staan hier buiten. En er zijn een aantal mensen die zijn met het vliegtuig gekomen. En die liggen op de slaapzaal. En ik ga jullie even laten zien hoe dat eruit ziet. Dit is het klooster. Niet per se een heel oud klooster. Maar dit is dus een Italiaans klooster. En nu ga ik ze even naar binnen. De binnenplaats. Kijk, dit is een slaapzaal en ze liggen hier met 20 mensen allemaal samen. Na de lekkere hapjes, heerlijke lunch en fijne wandeling was het tijd voor een fantastisch diner. Wat staat er op het menu? La lasagna, la lasagna.
Na de ongelooflijk lekkere lasagne gingen we naar Villa Maria, wat heel mooi op een heuvel boven Olgiate Molgora ligt. Hier werden de laatste puntjes op de i gezet voor het grote optreden van vanavond. Ik zit nu denk ik ongeveer 13 jaar bij de Harmonie en ik speel al een jaar of 5 mee met Klap Op. En drum je ook al 13 jaar? Ja, of drum je al langzaamaan ben ik begonnen. Dus thuis een klein drumsteltje gekregen met mijn vader ooit. Die binnen een week kapot geslagen en toen zei ze ga maar naar de Harmonie toe, ga daar maar trommelen. En krijg je nu ook extra les of hoe leer je dit? Ik heb wel altijd les gehad, ik ben daar vorig jaar mee gestopt omdat het gewoon met werk en school en alles te druk werd. Maar ik heb wel mijn diploma's voor gehad en al die tijd met plezier aan gewerkt. Oh, ja. En om het te leren ben je ook naar een muziekschool gegaan? Ja, naar het Factorium geweest en alles, dus professioneel les gehad inderdaad. Oh. En ja. Heb jij meer familieleden hier bij de Harmonie? Nee, mijn vader heeft vroeger wel ook bij de drumband gezeten. Ja. Maar ze zeggen dat ik het daarvan over heb genomen, maar dat betwijfel ik. Nadat alles en iedereen klaar was, was er even tijd voor een groepsfoto met heel de groep. Maar wacht eens even. We missen iemand. Waar is Bart? En de rest van Klap Op? Ah, kijk, veel beter. Even lachen allemaal. Hey Laurens, je ziet er heel interessant uit. Dankjewel. Wat is jouw rol? Ik ben tamboemaître van de muziekvereniging. Ik loop voor op het straatorkest. En hoe heet dat? Tamboemaître. Oké. Okay. Of tamboemajor, als je het op zijn bels uitspreekt. Ah, oké. Dus jij loopt voorop? Ja, ik loop voorop. En moet jij dan ook bepaalde tekens geven of zo? Ik geef tekens met welke kant we op gaan, waar we naartoe gaan draaien, wanneer we stoppen, wanneer we gas geven, wanneer we weer gaan lopen, zo gezegd. Ah, helemaal duidelijk. Dus dat is mijn taak. En speel je ook een instrument? Nee, ik speel geen instrument. Nee, je bent gewoon een soort groepsleider. Ja, ik ben een soort joker. Hartstikke mooi. En heb je vanavond ook nog een rol? Ja, ik mag de Nederlandse vlag vertegenwoordigen, ondersteunen, vasthouden en hijsen. Oh, nou dat klinkt heel officieel. En natuurlijk het vaan, ons vaandel, wat zo mogelijk het belangrijkste is wat mee is. Hey Laurens, ja? Ik hoorde net dat je toch wel een instrument speelt. Ik moest het eventjes rectificeren. Ja, precies. Klopt. Nou, ik speel eigenlijk geen instrument, maar ik heb wel ervaring met trompet, sousafoon, omdat je dan dezelfde greep hebt. Dat is hetzelfde instrument eigenlijk, maar dan een beetje groter. en grote trom. Dus ja, en mijn fluitje, ja. en mijn fluitje. De sfeer van deze avond was wat meer gala-achtig, met dito presentator en presentatrice. Uiteraard werd het concert ingeluid door een aantal hartelijke Italiaanse welkomstspeeches. Met daaromheen de uitvoering van onze volksliederen, een gezamenlijk optreden met de folkloristische groep La Brianzola en grappen door een komiek die bekend is op de Italiaanse televisie. Thank you.
Aan het einde van deze avond kregen verschillende mensen heerlijke of leuke bedankjes. Waaronder Winnie. Hij kreeg een panfluit. Dit was dag 3 van Olgiate Molgora. Volgende week de laatste dag.